Mijn moeder komt binnen. Ik kom met 2 zakjes chips, vreten ze op. Oké. Wauw. Kom er binnen, vreten ze op. Nee. Oh. Nee. Meestal als ik naar beneden ga, dan moet ik helemaal zoeken naar waar de chips zitten. Ik woon als we überhaupt chips hebben. Ik woon natuurlijk al lang alleen thuis. Huh? Speel van mij, speel van mij. Oh, ja, wat? Ja, jij woont alleen thuis, toch? Sinds... Ja, al lang, ja. Sinds 2 jaar. Gisteren. Oh, dat was nou, kijk eens. Binnen de 11 seconden. Oh, precies 11 seconden. Kijk dan, die control. Gewoon lopje over die andere gast en kaboom erin. Zo doen we dat, dames en heren. Stefan. Oeh. Zou je alsjeblieft je... Sorry. Welke zag je niet? Keer. Is het lekker? Ja, ik wil hem. Laat ik er nog eentje nemen. Nee. 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 Okay. Doe maar na de recording. Ah, for flip's sake. Oh, kijk er langs. Stefan, ik ben echt... Ja, doe daarbij die rabba. Kijk eens, Stefan. Oh, komt-ie. Center. Hij is erin. Center. Well, I had good attention. Center. Nice. Niemand staat er. Waarom stopt iemand er? Ik vechten. Waar? Je moet ook niet vechten. Serieus? Het is geen vechtspel, Stefan. Oh. Het is een voetbalspel. Ja, oké. Het is voetbal. Ik anders even doen alsof je pijn hebt. Ah! Dus even een extra het penalty. Oud. Nou jongens, rode kaart voor die tegenpartij. Ah jongens, auw. Oké, nee, laat maar. Ik weet niet, we hebben geen scheidsziek. Wat ziek. Snap je? Oh! Ja, ja. De teamwork! Ja. Ja. Kijk, doet hij hè. Doek. Ja. Wat zeg je, mijn rare beweging? Ja. Jij bent ook een beetje raar. Nou, zijn we het in ieder geval over één ding eens. Ja? Weet je wat nog meer raar is? Poep in een oude schoen? Ja, dat is best wel raar. Ook al wordt het heel vaak gevraagd van, ja, wat zal ik doen, weet je wel, ik ben zo boring. En dan zegt iedereen van poep in jouw schoen. Zou je toch wel denken dat het wel vaak gedaan wordt? Ja, maar ja, weet je, toch doen mensen het vaak niet. Ze zeggen wel dat ze doen, maar ze doen het niet. Is dat zo? Ja. Hoe weet je dat? Nou, dat is de theorie van... Ik bedoel, ik neem aan dat als je het gaat doen, dat je het liever niet wil dat iemand weet dat je het gedaan hebt. Ja, ja, misschien... Nou... Dus misschien... Nou ja, ik zou het meteen op internet zetten. Doet iedereen het wel? Nou, ja, met daar die... Daar was Twitter dus altijd voor. Ik ga nu poepen. Ik ga in mijn oude schoen, ja. Ja, dat zeiden ze toen ook. Dat is helemaal Twitter. Maar zeven verstopt. Nou, dan maar in een oude schoen, ja. Precies, ja. Ja, nou ja, weet je, je moet toch iets hebben om het toch kwijt te raken. Ja, maar dan kun je het dus uiteindelijk 2 keer doen. Of ligt er net aan hoe groot je schoen is? Ja, ligt aan wat voor maat dat je hebt. Ja, dus ik heb 2 keer doen. Want als goed, je hebt 1 paar, dus je hebt 2 schoenen. Dus kun je 2 keer je behoefte doen in een schoen. Maar heel veel mensen raken hem eerste paal kwijt. Is een linker altijd kwijt, linkers. Serieus? Dat is omdat ze linkshandig zijn? Ja. Ja? De meeste mensen zijn rechtshandig. Nee, maar wat? Nou kijk, als je linkshandig bent, ja? dan die mensen die kunnen eigenlijk meer dan rechtshandig. Dus als je meer kan, dan heb je ook meer dingen aan je hoofd. En dan raken mensen soms, omdat ze zoveel aan hun hoofd hebben, wel eens dingen kwijt. Waar de hek slaat dat nou weer op? Ik heb geen flauw idee, maar het staat 2-2. Nou, leuke theorie in ieder geval. Ja. Ik ga hem opgeven. Nee. Voice of Holland. Voice of Holland? Theorie of Holland. Ja, hallo, ik ben Stefan en mijn theorie is dat als mensen linksvoetig zijn, dan hebben ze meer dingen aan hun hoofd en dan vergeten ze wel soms dat ze een linker schoen hebben. En laat ik ze hem kwijt. Ik heb nu de rechtse hand voor de linkshandige. Ja. Nee, wat?
ook volop erin, hè, Robin? Ja, jij raakt hem opeens op het laatst staan. Ja. Hier, kijk. Dik. Oh, shit. Het was net zo'n momentje als met autorijden, weet je wel. Dan heb je, denk je van, oh, okay, gaat het goed? Nou, dan zal ik even links en rechts kijken. Kijken of het daar nog allemaal klopt. En toen was het van voren alweer helemaal fout. Van voren naar achteren. Weer wel links naar rechts. Van voren naar... En door. Wauw. We moeten wel blijven gamen. Hup, boom! Goeie kant op, hoor. Maar dat is de goede kant. Hij was... Oh. Oh. Komt hij weer? Center! Heb iets in mijn oog! Oh, perfect moment to have that. Ik heb jeuk in mijn oog, oké? Sorry. Perfect moment. Je zoekt altijd het perfecte moment. Ja. We hebben nog 1 minuut om te scoren, man. Oh, en anders? Shit. Kom op. We moeten nog 2 keer scoren. Dat redden we toch makkelijk? Ja, zeker. Hier komt die center. Ik sta klaar. Oh, van flip. Best center ever. I know, right. Die gozer werkte niet mee. Nee, duh. Van de... Oh, ze werkte al die tijd ook niet mee. Oh, dan zijn we dus zo goed. Holy shit! De realisatie is iedereen verbaasd. Robin, we hebben nog 25 seconden. Oh. Om 2 keer te scoren. Nee! Zag je die? Nee! Ja! Nee! Ja! Kom op, Stefan. Ken jou, moet ik het niet in mijn eentje doen? Ja! Nice, de score nog een keer. Nee! Ah! Nice. Nou, dat was een dramatische afsluiting van dit filmpje. Join ons later voor een volgende filmpje waar wij super hard gaan winnen, natuurlijk. Voor de volgende keer. Ja. Ayo. Doei. Bitches. Ja. Oké. Nog. Kom op. Oeh, dat was geluk gewoon. Man, ik ik ga goed. Jij gaat goed?